Een voetbaltoernooi in Neer liep vorig jaar volledig goed te klauwen. De politie moest ter plaatse komen nadat na afloop van het toernooi een vechtpartij ontsting. Maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid bij zo'n toernooi. En dus heeft de organisatie dit jaar maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zeker, mis Noord. We zijn hier bij het penalty toernooi. Dat is een toernooi wat georganiseerd is voor het 12e jaar inmiddels. En dit werd gehouden door de voetbalclub RKSVN met 7 vrijwilligers en die het verder organiseren. Het is eigenlijk een soort van mini-voetbaltoernooi, maar dan puur penalty stampen. Hoe zit je eigenlijk op het idee gekomen? Want dit is er niet altijd geweest, of wel? Nee, dat is eigenlijk goed te staan. Een penalty toernooi wordt al jaren bestongen in Brabant. En er zijn een groepje van Neer, volgens mij goed, met 2 bussen zelfs, die kan je opgegaan om zelf aan het toernooi deel te nemen. Daar wordt eigenlijk het voortgevloeid en dachten we, dat kunnen we zelf ook. Hoeveel teams doen er met? Helemaal in het begin begonnen we gewoon de 30 teams en inmiddels zijn we al voor het tweede jaar prima 66 teams die aan deelnemen. Kleurtje al vierde, dus het zou je leuk zijn als we dit jaar weer gaan verder komen. Heb je zo goed gescoord vandaag? Ja zeker, ik heb 8 doelpunten gemaakt vandaag. Dit jaar hebben we zelfs een delegatie uit Oostenrijk. Dus via Neersmeetjes zijn we tot stand gekomen. Maar er komen groepen uit Brabant, maar ook uit Bezel, Zwamen, Helje. Alles omstreeks Neer. Ik woon en werk nu in Oostenrijk en vorig jaar zijn de vrouwen van Neer het toernooi komen spelen in Oostenrijk en nu heb ik gezegd laten we naar een penalty toernooi gaan en die zijn allemaal razend enthousiast geweest. En die zijn gans uit Oostenrijk hierheen gekomen alleen voor de penalty toernooi? Ja, 10 uur lang in de auto gezeten, heel veel file gehad. Einde dag penalty toernooi en morgen gaan we een beetje relaxen door Neer. En dan ging je weer terug. Dat is vorig jaar een vechtpartij geweest. Heb je maatregelen genomen daardoor? Ja, we hebben allereerst een heel goed gesprek gehad met de gemeente Ludal. Omdat we natuurlijk ten eerste betreurd hebben wat er vorig jaar gebeurd is. Maatregelen in de vorm van security, wat vanaf rond 3:30 hier rond zal lopen. Verder hebben we eigenlijk ook degene die vorig jaar hoe het met gebeurd is, laten we zo stellen, gewaardeerd van het toernooi. Dat wil niet zeggen dat de verzwamen op zich niet welkom zijn, maar er was alleen die groep jongeren hoe we het beste problemen met gehad hebben. Die zijn we het toernooi gewaardeerd. Ik zie hier voornamelijk kerels, maar doen er ook vrouwen met? Nou, eigenlijk is dat steeds meer. Er lopen steeds meer dames ook rond hier. We hebben de oorzaak gehad om een damespoor op te richten, maar de meeste dames vonden het eigenlijk veel leuker om onderling ook met de heren te zitten. Dus dat hebben we ook zo gelaten. Omdat het toch is en liefst een gezelligheidstoernooi. Ja, ik heb ook het pils gedronken en lekker werken. En allemaal gezellige lui. We doen al 3 jaar met dezelfde vriendengroep. We doen een paar aanpassingen, maar het is wel gezellig leuk en prestaties werden er alleen maar beter op eigenlijk. Het gaat ook een beetje om de gezelligheid vandaag. Dag. Het goed weer speelt zeker een rol en plezier, vrienden om de geer, dus ik kan eigenlijk niet meer misgaan. Wat wil je niet zo meer? Niks eigenlijk. Meer bier. Je hebt altijd heel fanatieke teams en net zoals met elk soort toernooi voor mooie. Maar in deze is het eigenlijk de meeste komen gewoon met vriendengroepen. Nogmaals, zeer duidelijk gezegd, hoe is het niet te kunnen voetballen? Het is gewoon lekker een penalty stampen, al dus met de klumbaan, als het maar gewoon gezellig is. Ja. Hoop je nog veel jaren door te gaan met dit evenement? Ja, als het aan de organisatie ligt, wat een heerlijk team ook is. We doen het ieder jaar met heel veel plezier. We hebben heel veel vrijwilligers die elk jaar gelukkig ook weer terug willen komen. En volgens mij ook in het team te zien, die allemaal rondlopen, die komen ook binnen elk jaar weer terug. Dus wat dat dan gaat, mogen we voor ons nog jaren doorgaan.